Kjaffen, we zijn in een bos, hallo! We zijn niet in Den Bosch, we zijn in een bos. Comedy. Ik ben hier niet alleen, maar ik ben hier met mijn allerbeste vrienden die totaal niet toevallig de cameramannen zijn van iets wat we nu aan het draaien zijn. Nee, we chillen elke week in een bos. Mocht je nou afvragen, hey, wie zijn deze knarren, stel jezelf dan even lekker voor. Doe maar allemaal tegelijk. Hey, wat leuk dat al jullie namen bekend zijn. Ik zei Bram, maar ik heet hem Bram. Dat is moeilijk leven. Wat leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Zoals jullie weten, mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als Kelvin. We zijn in een bos. Had ik al gezegd dat we in een bos waren? Wat, in een bos. Yes, wat ben je aan het doen? Ik ben me aan het verstoppen. Waarom? Ik ben onherkenbaar op camera. Oké, okay, vanaf nu ben je alleen maar met het zwart balkje voor je ogen. Oké. Okay. Het lijkt ook gewoon, Levi gaat dit editen. Dus. Nu gewoon een banaan voor zijn ogen. We zijn vandaag buiten gaan zitten omdat het nasty kan gaan worden. Oh. En weet je wat ook nasty is? Dit YouTube kanaal. Mocht je nog niet geabonneerd hebben, abonneer eventjes. Want we hebben bijna 1 miljoen abonnees. Hey! Jij hè, wij niet. Nee, ik spreek in wij alsof het echt van ons allemaal is. Maar stiekem is het gewoon van mij. Mag doen, ja. Doei. Wat ga... Hey, Levi. Nee, blijk... Nee! We gaan vandaag weer een lekker potje slapstick spelen. En mocht je nou niet weten wat het is verkrijgbaar in alle speelgoedwinkels en op bol.com. Dus hey, speel lekker gezellig mee. Wat is dit gesponsord? Wat zeg? Ik ga weg. Zeg even hoe geweldig het spel is. Dit spel is zo leuk. Het heeft mij gewoon voor gezorgd dat ik hem nu aan Peter geef. Top spel. Ik hou ervan. Ja, is wel leuk. Nee, we gaan vandaag slapstick spelen. Ik kan het helemaal gaan uitleggen, maar dat hoeft niet per se, want we gaan het gewoon doen. Ik heb al eerder een video gemaakt samen met Jart en met Quinten, waarin we het ook speelden. En dat ging ongeveer zo. Wil je nog iets zeggen tegen Thuisfront? Ik heb echt alles gedaan wat ik kon. Maar nu gaan we het op een hoger level tillen. We gaan het naar een hoger leveltje tillen en dat doen we door. Ja, ja. Dit is scheerschuim. En je kan denk ik zelf wel even bedenken wat de bedoeling is. Dit is een hand waarmee je iemand vol kan mappen. Dit is genieten. Zo, die klapt wel lekker op het oortje. Goeie tikje. Levi? Oh, Levi! 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 Levi, er is bier staat koud. Oké, okay, we gaan voor slapstick spelen. We gaan gewoon beginnen. Bram gaat beginnen met het voorlezen van een dilemma. Ik moet een keuze maken. Als ik een keuze heb gemaakt, maak ik deze heren ook een keuze. En mocht ik het nou eens zijn met hen, dan word ik niet gehit. Ben ik het oneens met de meerderheid, dan word ik gehit. Let's go, man! Daar gaan we. Wat heb je liever? A of B vraag? De B vraag. Oké, okay, het is weer een quote. Kom maar in! Je kijkt naar een pornofilm en je ziet plotseling je moeder in actie. Of je stuurt per ongeluk een seksvideo van jezelf naar je ouders. De A of de B? Ja. Ik hou ze gescheiden hoor, ik hou ze gescheiden. Ik hou ze lekker gescheiden. Mocht ik nou het antwoord hebben gegeven wat de meerderheid van hen ook hebben gegeven, dan word ik gespaard. Maar mocht ik de onpopulaire mening hebben, dan word ik geëerd. Verdomme, ja, niet zoveel! Jawel man. Nee, dit is klaar. Oké. Okay. Okay. Dus je had het helemaal goed, Kevin. Ja, ik had het goed. Bram, wat ging daar fout? Kijk, even de mechaniek van dit spel vond ik vrij lastig. Nee. Ik dacht, hij knikt lekker. Toen besefte ik me ineens dat hier het scheerschip zat. Ik dacht, ja, ik kan het nu wel moeilijk gaan doen. Maar dat is niet meteen. Nee. Dat het niet gegaan. Binnen elk spel kun je vals spelen. En zo is dus hoe je vals speelt binnen slapstick. Gewoon doen alsof je dom bent. Exact. Oh ja, ik wist niet hoe die moest hoor. Maar even belangrijk, ik ben nog in de race. Ja. Want ik had het goed. Alleen dit Bram had even. Ja, nee, ja, mechanische foutjes. Maar niet uit. Precies, jammer. Okay, we gaan doorschuiven. Okay. Voor de kijkertjes thuis, als je gehit wordt, en daadwerkelijk gehit, dan ben je ook af. Dus moet je helaas het spel verlaten. Ja! Wacht even, wat op, twee op de aeroplane. Ja. Oh. Even op de aeroplane. Nee. Scheer je weg! Oh, joejoe. Kom maar niet. Bram, ja. Wat heb je liever? Je bezit een superrealistische sekspop voorzien van de nieuwste technologie. Of B, je bezit een kloon van jezelf die voor je invalt op elk gewenst moment. Ja, dit vind ik lastiger. Niet omdat het dilemma dat ik mijn keuze lang maak. Maar ik weet al wat het zeg maar. Jij wil gewoon die sekspop. Precies. Mag je seks hebben met je kloon? Is dat het? Hierom meneer. Dat is Brams kaartje. Daar gaan wij met z'n drieën. Lekker hoor. Oh, ja. Wat een lekker tje. Zo, rustig. Ik doe even mijn jackie dicht. Kijk, je stilhandje staan, dat kan nooit goed komen. 3, 2, 1. Lekker. Laten we psychologisch omgekeerd gaan beredeneren nu. Ja, hoor ik. Maar dan weer in het spiegelbeeld. Precies. Oh, ik heb wel lekker. Ik zou mijn beste vriend nooit verlinken als hij of zij vreemd gaat. Zelfs niet als de partner ook een vriend van mij is. Is dat A, waar? B, niet waar?
You see the interesting thing going on? Dus A is niet verlinken, B is wel verlinken. Psychologie. Iedereen heeft al, jullie moet nog. Ik ben aan het beredeneren dat psychologie jullie tegenovergestelde. Zeg even een moeilijk gezicht, doe ik zo'n rare... Ja, dat had ik wel net gedaan ook. Oké, netjes. Oh. Ja, hou maar zo. Goed zo. Nee, ik wil niet deze. Ja. Oké, dan gaan we, dames en heren, jongens en meisjes. Just van de Rijken. 3, 2, 1. Zo! Ik ben niet te geslagen. Oké, wat heb je liever? Je moet overal ja op antwoorden. Ja. Ja. Je moet overal nee op antwoorden. Nee. Nee. Denk aan die film Yes Man. Oeh, dit is... wat ga je doen? Ik weet het al. Leven, hier is mijn kaart. Ja, ik weet het meteen al. Ja, maar wanneer word ik nou geslagen? Altijd. Als je dus niet de meerderheid hebt, zeg maar. Ja, precies. We hebben met z'n drieën hebben we al een antwoord gegeven, Peter. Nu komt het allemaal op jou aan. Het leven is een feest. Alleen jij hebt het niet uitgenodigd. Peter, ben je er klaar voor? Goed, blijf me mee. Overal ja op of overal nee op. In 3, in 2, in 1. Oh! Ik ben ook Ik was trek! Eén ding is wel mooi. Chaos. Ik kan het meteen scheren. Ja. Waarom zou je overal ja willen zeggen? In de film Yes Man is het happy end. Nee, natuurlijk niet. Maar dan gaat hij dood. Levi Brunsman. Oh man. Ah, we gaan ervoor. Mijn ogen zijn het mooiste aan mij. Waar of niet waar? Dat weet ik niet waar. We gaan allemaal naar Levi kijken. Dat is toch wel... Oké. Okay. Ik ben wel benieuwd naar Peter eigenlijk. Oh. Zijn jullie toch op laatst? Ik hoor niet meer. Peter, kies even A of B. Ik heb hier echt geen zin in. Hey, jongens, ik moet nog aan het werk. Niet te veel. Niet te veel. Zo joh. Niks aan de hand. Nee. Het lijkt veel, maar het is niet zo veel. Hetzelfde als met je subs. Hij is hol van binnen. Oh! Wacht maar, vriend. Drie moet raden wat erin blijft. Hij gaat sowieso raken. Ik moet nog slaan, hè. Ik niet op vandaag, maar. Zo niet daar. Ik tel af van 5 en 0. 5. 4. 3. Maar ik hoor nu ook helemaal niks. Hoe diep loopt dit? Wij hebben inderdaad te danken ook, joh. Ja, die opmerking. Je hebt zelfs een soort horentje op je neus. Mocht je dit spel nou hebben, laat dan even een review achter op bol.com. Of je het leuk vindt of niet. Sowieso één ster. Even tussendoor, ik ga ook 3 spellen weggeven. Dus mocht je nou eentje willen, laat dan even in de comments achter waarom je hem zou willen. En geef deze video even een dumpie. Mag ik er ook een? Jij mag er ook een. Yes. Alleen als je wint. Oeh. Met deze vragen kunnen mensen beledigd worden, denk ik. Oh shit. Maar daar gaan we. Oké. Okay. De kwestie van vandaag is: ik heb een groot ego. Is dat A? B? U hoort het hier eerst op Galvijn. Les zijn af, toch? Nee, jij mag Jullie mogen nog. Anders blijf ik weg. Zet hem af. Niet goed. Maar dan zit ik hier weer fout natuurlijk. Ga ik weer weg, hoor. Ja. 3. Ja. 2. Ja. 1. Ja. Ja. Wat is het, wat voor antwoord had je gegeven? Ik had nee. Waarom? Dat is niet waar. Nou! Klerenleier! Ik dacht, je bent gewoon een eerlijke jongen. Klerenleier! Oké, dit is wel een goede voor om te kijken of jij een beetje feministisch bent of niet. Oh! Ben je een beetje eerlijk voor de wereld? Mannen hebben vaker leidinggevende functies omdat ze daar beter in zijn. Oh. Waarom? Ja. Wat was het? Ja, kijk, ik denk dat het anders is als je zo tactisch oog mogelijk gaat spelen. Ja, precies. Dus dat je niet, dat je gewoon, probeer gewoon hetgene te kiezen waar je denkt dat de mensen voor gaan. Ik ben klaar voor ik kies maar iets, ik weet het niet precies. Oké. Okay. Ik weet het ook niet. Oh, ik wist wat de vraag was, maar pak je kaart. Ook zeggen. Leef je Bram, ben je er klaar voor? Ja. Sta je wel of niet in de finale? Hey, we gaan erachter komen. Dat is Bram. Bram, wat? Jij zei Leef Brunsman, maar hij heet Bram. 3, 2, 1. Gaat er iemand op zijn bek? Oh, nee, smack that all on the floor, smack that, give me some more, smack that, on the floor, smack that. Mensen die na 2000 zijn geboren weten niet wat dit liedje is, nee, smack that. Dames en heren, welkom bij de finale van Slapstick. Slapstick de Bos editie. Oké, komt ie. Ik heb geen moeite mijn fouten toe te geven. Oh. Waar of niet waar? Wil je dat ik eerlijk ben? Oh, ja, we gaan achter de waarheid komen. Oké, ik ga gewoon eerlijk zijn, dat is hoe het zit. Ik ga niet nadenken over wat zij denken, ik ga gewoon eerlijk zijn over het leven.
over wat ik vind en denk en zo. Het is leeg, dus dat is een beetje jammer. Maar we hebben er nog één! Ja, ja! Kijk even elk vingertje. Friet. Dit is van alles. Van allemaal is dit de allermeeste. Jij begon met veel meer op te doen en zo, weet je wel. Oh ja, praat even daar naartoe. Okay. Wil jij nou zelf je eigen exemplaar van Slapstick? Dan kun je die halen in alle speelgoedwinkels en op bol.com. En mocht je hem hebben, laat even een recensie achter op bol.com wat je van het spel vindt. Hopelijk is die positief. En ik ga een aantal van Calvijn Slapstick spellen weggeven. Geef dan even een reactie hieronder en geef deze video een duimpje omhoog. En dan maak je kans om eentje thuis te ontvangen. Jesse, ben je er klaar voor? Nee. Oké, zijn we er klaar voor? Ja. Nee. Ja, ik ga nog kijken. Ik ben een man, ik kan dit aan, joh. Ik wil even de angst in je ogen zien. 1, 2, 1, 1.